Hoi, welkom bij Goal TV en we zijn vandaag aangekomen in die mooie stad achter de duinen, Den Haag, in het Kyocera Stadion. Kijk maar eens even rond, want we gaan het hartstikke opnemen met Lex Immers. En daar is hij. Komt hij al aangelopen, heeft net getraind. Goedemiddag. Jij maakt dit seizoen een doelpunt tegen FC Utrecht. Ik denk dat het het mooiste doel van het seizoen is. En die was wel gigantisch hard, hè? Ja, klopt. Nee, die goal daar zo. Ja, dat was een afvallende bal die hoog was en die kwam van de, hij kwam eigenlijk een beetje van links uit het veld lopen. En ik neem in één keer op een pantoffel en die bal vliegt in de verre kruising. En, ja, hij werd gemeten uiteindelijk op 116, maar volgens mij was hij nog iets harder. Ja. Is er nou een geheim om hard te kunnen schieten? Is er nou iets wat je, waar je altijd op moet letten? Ja, goede vraag. Je doet veel met je lichaam, hè. Goed je standbeen naast de bal zetten. En het is eigenlijk op kracht. En, het is je enkel aanspannen, je benen aanspannen. Ja, in principe is het gewoon zwaaien met je benen. Voordat we beginnen moeten we even de regels doornemen. Er zijn 3 regels. 1. De bal moet tussen de palen. Het mag niet overgaan, niet naast. Nee, hij moet tussen de palen. Hij moet erin. 2. Je krijgt 5 pogingen om de bal raak te schieten. 3. Je mag niet punteren. Gewoon met je vreef, binnenkant. Maar niet punteren, want punteren dat is voor kleine kinderen. Nou, kom, we gaan die ballen erin. Ja, dat is goed. Lex, hey. Wat harder nog. 130 wil ik zien. Kom maar. Ja, dat is mooi. Dankjewel. Nou, Lex, bedankt voor je medewerking. Ja, graag gedaan. Ik heb hier in dit briefje staan de uitslagen hoe hard jij hebt geschoten. Heb je enig idee hoe hard je ongeveer hebt geschoten? Nee, ik zou het niet precies weten, maar ik hoop dat ik bovenaan sta. Dat is natuurlijk wat je hoopt. Ja. Je weet nooit zeker. Nee, je weet het zeker. Robert Schilder 120. En ik zie hier staan dat jouw hardst gemeten schot 123 km/u. Ja, dat doen we het. Fantastisch. Voor. Dat betekent alleen wel dat ik even naar Breda toe moet om de beker bij Robert Schilder op te halen. Ja, dat is goed. Even wachten, ik ben zo terug. Ja. Oké. Okay. Robert, ja. We gaan de beker terug. De record is verbroken. Ik geloof het niet. Echt? Ja. Ja, dat heeft diegene wel verdiend. Ja. Ik heb het toevallig altijd bij me. Nou, dankjewel. Je hebt me goed verzorgd hier. Ja, dat zie je. Dankjewel. Ik ga hem gelijk brengen. Okay, hoi. Nou, kijk eens. Dat is hem. Kijk, opgehaald. De cup met de kleine oren. Ja, goed zo. Kijk, nou, bewaar hem goed. Zeker weten, doe ik. Pas erop, want als je schot je record verbroken wordt, ja, dan moet je weer inleveren. Het is een wisselbeker. Ja. Hou bij je, pas goed op.